Hey, hoe is ie ermee? De Tom van Gamersnet met aflevering 2 van Excommerdag. Ja, we gaan ermee door. En zoals beloofd hebben we mensen meegenomen in ons Excom-avontuur. Niemand minder dan Guido Karsmakers. Hier, hoppatee, staat hij. Was eerst Jane Kelly, heeft een soort metamorfose doorgaan en is nu een man en is Guido geworden. Maar Guido toonde een beetje interesse in het hele Excommerdag gebeuren. En ik had het sowieso al een keer met hem geteased in de pub. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel logisch dat we dan Guido meenemen. Dus hij is onze ranger. En de game laat ons nog steeds niet echt vrij. Ik wil heel graag in missies duiken. In missies die ik zelf kan kiezen. Just give the word and I'll get started, maar commander. We zitten nog een beetje vast in de Avenger research met echt heel duidelijk van jullie moeten planned, dit commander. Eerst leren voordat je vrij de wereld in mag. Ik bedoel, de aarde gaat zichzelf niet redden, maar oké, ik volg je stappenplan wel. Here we go. Het is weer gescript. Volgens mij krijgen we onze eerste guerrilla-ops, denk ik? Ik weet het niet. We gaan het horen. There are still people who refuse to believe their lies. And it's time we let them know they're not alone. We've already located a target for our first operation. Ja, ja, target, operation, klinkt als een guerrilla op. No way the Sky Ranger could reach that position. Who said anything about the Sky Ranger? Hey, Actieheld Central weer in actie. Are we ready? Short answer? Yes. But you might all want to hold on to something. Dat ziet eruit als echt de sixth subwoofer ooit. Met RGB. Het lijkt een motor. Is dit de eerste keer dat de Avenger opstijgt in dit verhaal? Volgens mij wel. Dat is best wel episch. En dan hadden we het vorige aflevering over iets te compenseren. And off we go. Waar naartoe? Setting course for Sector 14, East Asia. East Asia, let's go. We gaan met de hele Avenger ergens anders naartoe voor een missie. We're ready to start making moves, Commander. Oké. Eerst de guerrilla ops. Laten we eens kijken. Meestal krijg je hier een keuze. Maar nu zit het vast op Central. Ik ben aan het praten. Oké, thanks. East Asia, er is maar één missie mogelijkheid, maar we krijgen er wel een engineer voor. En de difficulty is easy. Daar kan ik mee leven. En we moeten iets saboteren. Dat is leuk. Vorige keer moesten we het redden. Laten we deze keer gewoon lekker opblazen. Oké, even kijken. Wie gaat er allemaal mee? Central zegt iemand moet een medkit meenemen. Dat is het slimste om te geven aan de specialist. Ook al heeft Marcel, onze specialist, nog niet echt de medic uitrusting voor zover ik weet. Hij kan 8 protocol doen, maar dat is letterlijk alleen maar iemand zijn defense verhogen. Niet nog echt iemand healen. Maar goed, hij heeft hack en hij kan uiteindelijk een medic worden. Dus weet je wat, kom alvast in de rol, pak alvast die medkit. Ik zit er zelf bij als sniper met een granaat. Kan ik iets anders pakken? Nee, het is een granaat. Ik kan misschien kijken of ik iets kan bouwen. We hebben de mogelijkheid om een flashbang te bouwen. Laten we dat doen. Ik neem een flashbang mee. Dat is heel handig tegen de psionic enemies. Dus bijvoorbeeld sectoids kun je een beetje gaan mindfucken. En een flashbang haalt ze er zo uit. Dus dat is handig om te hebben. Verder nemen we Vaal mee. En dus Guido. Guido, onze ranger, gaat ook mee. Ik vind hem prima als hij een granaat meeneemt. Het is een katana, het is een shotgun. Laten we die in actie zien. Ja, niks op aan te merken. Weet je wat, zullen we anders voor Valentine iemand anders meenemen? Zullen we een andere rookie meenemen? Bijvoorbeeld, ik wil Daan meenemen. Ik wil van Daan ook hier een toffe baas maken. Is hij natuurlijk al. Ik bedoel, hij is letterlijk de baard. Maar kom op, laten we kijken wat voor klasse die rolt. Het is sowieso fijn om al die rookies eerst even in een klasse te krijgen. Niet dat als straks een aantal van onze gasten sterven, dat we alleen nog maar met rookies zitten die nog niet eens een speciale ability hebben ofzo. Maar goed, misschien is dit wel de missie waarop we in één keer dikke promotie boeken bij iedereen. Ik heb wel mezelf meegenomen als sniper. Ik denk niet dat dat heel erg nodig was, maar het is gewoon fijn om even de sniper in actie te zien en hopelijk mezelf een beetje te buffen voordat het echt moeilijk wordt. Ik wil gewoon niet dood, oké? Oh, het is een ondergrondse missie, zo te zien. Daar kan ik mee leven. We moeten een flinke afstand afleggen. Sure. En we zijn concealed. When left, alt is pressure, preview. Oké, maar dat heb ik standaard al aanstaan. Ik zie hier al een soort van target preview per definitie. Central, jezus. Heel novella aan het schrijven hier of zo. Laten we beginnen met een slimme actie en onze ranger vooruit sturen. Guido, jij hebt de shotgun en de katana. Jij gaat gewoon rustig aan stapjes vooruit zetten.
Oh, en dit is ook zo'n missie dat... Er zijn hele kleine soort van power relays. En als we die kapot schieten, dan krijgen we meer beurten. Want we hebben nu nog 4 beurten. Dus we moeten eigenlijk snel zijn ding kapot schieten. Er zal alvast hier eentje zitten. Guido ziet een vijand. Maar that's it. Dus zullen we... kijken of we gewoon... wat stapjes dichterbij kunnen gaan maken. Oh, dit is zeker geen cover. Oh, dit is zeker geen cover. Dat is niet slim. Oké, en dit is dus zo'n power relay. Dus die moet kapot. If you can destroy it. Volgens mij heeft het 1 HP, dus ik denk dat het wel gaat lukken. Maar sure. Bedankt voor de shade die je daar gooit. Ze hebben nu al gewoon geschoten. Oh nee, dit zijn target previews. Oké, laten we mij vooruit zetten. Ik moet op een vantage point gaan zitten. Dus wat nou als ik gewoon eens even kijk of veilig... Weet je wat, we gaan gewoon ballsy en zetten mezelf gewoon hier neer. We zijn nog niet gedetect, dus dan heb ik altijd zoiets van, we kunnen nu nog grote moves maken. Waarschijnlijk lopen ze toch niet onze kant op of zo. Terwijl ik dat zeg, is het natuurlijk overduidelijk dat ze onze kant op gaan lopen, maar whatever. Oké, Daan. Daan zou nog niet kunnen schieten. Ik zet hem voor de veiligheid even in Overwatch, want ik denk dat we qua beurten wel goed zitten. En dan hebben we Marcel nog, onze specialist. Marcel... Oh, Marcel kan ver. Marcel gaat gewoon helemaal hier naartoe. Hij is veilig hier. Hij gaat niet gespot worden. Marcel gaat die kant op. Komt goed. Oké, en zoals ik zei, deze gasten lopen de andere kant op. Hopelijk klimmen ze niet omhoog, want dan zien ze mij. Maar nu is de flank wel een beetje fout. Ze staan alleen wel super dicht bij elkaar, wat het heel verleidelijk maakt voor een granaat. Ik zou ze zelfs wel kunnen slicen. Misschien is een slice nog wel beter dan een granaat. 88% kans om te raken. Dat gaan we anders doen. We gaan 1 guy kapot knallen en de andere slicen. Als dat mogelijk is. Alleen dan ben ik heel erg bang dat dat niet mogelijk is. Ja, oké. Daan, kom een beetje verder vooruit. Want je hebt hier al schoten op dat ding en je hebt lage schoten op deze gasten. Dat kan. Dit is pittig. Het zijn letterlijk echt maar 2 vijanden, maar ik wil gewoon de optimale play doen. Dus ik moet een beetje oppassen. En ik sta hier ontzettend ruk. Misschien moeten we wel gewoon maar voor die standaard ambush gaan. Marcel mag iets verder vooruit. Hij heeft ook op zich prima schoten. Dus ik denk dat hij op Overwatch gaat. Ik heb een flashbang, daar hebben we niks aan. Hoe ver komt Daan zijn granaat? Niet ver genoeg. Oké, hoe ver komt... Want Guido heeft nog een halve move. Hoe ver komt Guido's granaat? Oh, Guido's granaat kan het al halen. Maar ze staan wel dicht bij elkaar. Dus wat we doen is, we zetten Guido even een... stapje terug. Ik ben zo bang dat ik zijn zwaardheid moet gebruiken. Oké, dus dit kan. Moeten we even kijken wat we met de rest doen, want dan kan ik op zich wel op... denk gewoon pistol overwatch? Als ik gewoon hier ga staan, undetected, en ik zet mezelf op de pistol overwatch. Ja, sure, let's do it. Oké, en dan hebben we dus Guido nog en Daan. Daan gaat ook op de overwatch en Guido gaat zijn granaatje gooien. En dan hebben we denk ik de optimale play... Nu ik dat zeg, is er waarschijnlijk echt iemand zo van... Oh, dit is suboptimal. Oké, dus die ene guy is dood. Easy, peasy. Die andere guy heeft de helft van zijn leven over. Maar hij gaat nu lopen, terwijl hij verbrandt in de vuren des hels. En Daan gaat hem gewoon kapot knallen. Gewoon echt straight up meteen die promotie scoren. Hoppatee. Daan, you didn't let me down. En hij is nu squaddy en hij heeft een ability point, want het was een ambush. Daan is meteen op zijn viking dreef, netjes. Dan gaan we vooruit. En Daan mag meteen dit ding kapot schieten. Dit ding, het kan niet wegspringen ofzo, dus het is gewoon een instant kill. 2 health, dan weet je het. En dan kunnen we verder vooruit. We moeten nog best wel een pokkenend lopen. We moeten dus ondertussen ook die dingen blijven kapot schieten. Dus ik denk dat we wat balzier moves moeten gaan maken. Marcel gaat gewoon ver vooruit lopen. Hopelijk spot hij wat vijanden. Lijkt het op van niet. Oké. Ik ga hier in de fik vliegen, dus laten we mij ook even een heel stuk dichterbij zetten. Misschien wel hier.
Dat ik een paar vijanden zou kunnen zien. Laten we eerst die halve move maken. Ja, want ik spot hier dus al iets. Hopelijk heb ik de pot dan nog niet getriggerd. Nee, ik heb de pot getriggerd. Oké. Okay. En hier hebben we dus een sectoid. Dus die gaat geheid proberen te mindcontrollen. Ik heb trouwens nooit gezien dat hun soort van maag oplicht. Wat voor radioactieve zooi hebben zij gegeten? Oké, dus ik blijf daar even staan. Ondertussen moet onze ranger, Guido, moet natuurlijk wel flink vooruit. Wil hij er nog iets van bakken? Dus Guido gaat gewoon even kijken zo ver mogelijk vooruit waar het nog enigszins veilig is. Ik denk dat dit dat zou moeten zijn. Dus hij maakt wel zijn gele move. Hij kan niks meer doen deze beurt. Maar ik denk dat het goed is, want ze zijn nog relatief ver weg. En ik heb een flashbang om de sectoid mee te grazen te nemen. Oh, dit is alweer mijn laatste zet. Damn, dit was het alweer. Dit lijkt me het juiste moment voor de flashbang. Op het moment dat ik de flashbang gooi, hij raakt, kan de sectoid volgens mij niks meer doen van zijn mind control powers. En sowieso, als ze nu gaan schieten, dan schieten ze belabberd slecht. Dus helemaal prima. Kijk, deze guy gaat op Overwatch, vind ik prima. En hij gaat proberen te schieten, maar dat gaat gewoon missen, want oh shit, oké, dat ging dus niet missen. Dat is jammer. Dat is onze eerste verwonding. Maar Marcel heeft een medkit. En Daan staat veel te ver naar achter. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Naar voren lopen. Hoe triggert dit de Overwatch? Oh, er zit een gat in de muur. Oh, oké, gelukkig hij mist. Oké, dat had ik echt niet verwacht dat de Overwatch zou triggeren, maar er zit hier inderdaad precies een gat in de muur. Hij kan hier niks doen. Dus ik stel voor een Overwatchje, als ze dichterbij proberen te komen. Ik weet niet wat Marcel moet doen. Ik kan misschien hier langs, maar ik ben heel bang dat als we hier langs gaan dat we een extra Overwatch of een extra pot triggeren. Dus ook Marcel gaat vooruit. Misschien wel om gewoon te baiten, zodat ze vooruit gaan lopen. En dus Overwatches triggeren. Oh shit, Marcel had moeten healen. Oh kak, Marcel had mij moeten healen. Dat is eigenlijk niet slim. Even kijken, ik kan de ding kapot schieten. En een extra ronde scoren. Want, 32% en 55. Dat zijn ook echt rough chances. Ik kan een beetje vooruit gaan, maar ik ben bang dat het zo onveilig is. Laten we dat even voor wat het is. En laten we Guido even vooruit zetten. Kijken of hij die shotgun een beetje nuttig kan gebruiken. Oh, hier zijn twee dingen. Oké, dan komt het helemaal goed. Maar dit is wel echt naar. Slechte odds, 54%. Maar hij gaat het doen, hij gaat het doen. Hoppakee. Dat is Guido in actie. Pof er gewoon zo eentje neer. Dat zorgt er in ieder geval voor dat dit een heel stuk makkelijker is. En hij is meteen corporaal geworden. Holy. Oké, dan zitten we nog een beetje met de andere opties. De sectoid heeft veel leven. Ik kan dit ding gewoon kapot knallen voor de time being. Maar wat ik ga doen is ik zet mezelf in Overwatch. Want dit is een beetje de veilige plek. Ik wil niet verder vooruit. Oh, hij is niet meer gedisoriënteerd. Dat is niet goed. Maar goed, hier komt een Overwatch. Gewoon door dat gat heen raak. Oké, miss is ook goed. Het was door het gat heen. Dat was al knap. En hij rent terug. Dat is goed, dat is goed. Dat vind ik prima. Als ze vluchten, sure. Fine by me. Dan gaan we een beetje verder vooruit lopen. Dan mag Daan dit ding kapot schieten. Zodat we een extra beurtje hebben. Voor Marcel geldt dat hij eigenlijk even mij moet healen. Maar dat doen we op zijn tijd. Laten we eerst even een stukje vooruit lopen. En onszelf wat beurten scoren. Door bijvoorbeeld ook dit ding kapot knallen. Klak klak. Doe je goed, Guido. En als ik nou gewoon een stukje dichterbij kom. Even hier lekker veilig gaan staan. Dan kan Marcel mij healen. Bij deze nu al medic van de eeuw. 3 HP erbij. En Marcel heeft zelfs nog een move. Dus zullen we zeggen, we zetten hem iets dichterbij? Ik weet niet of we heel veel dichterbij willen gaan. Waarschijnlijk triggeren we dan de pot. Dus laten we Marcel even op Overwatch zetten. En ik heb nog een halve beurt. Ik kan dat ding niet raken. Dat is wel naar.
Ja, dan ga ik ook gewoon op Overwatch. Ook al is het pistol Overwatch. Ik ben gewoon bang dat die Sektoid terugkomt. Ja, Guido gaat een stapje vooruit. Hij kan vanaf hier dat ding ook nog raken. Oh, er ligt... Oh, er is hier nog één? Oh, man. Oké, ja, freebie shot. Ik wist niet dat er zoveel zo dicht bij elkaar konden zitten. Dit scoort ons echt heel veel beurten weer. Serieus? Kan Daan vanaf hier niks raken? Of in ieder geval niet dat ding? Dat is echt weird. Oké, dan gaan we even kijken of... Ik ga mezelf op een vantage point zetten. Klim even door het veel te kleine gaatje heen. Ik ga zelf hier bovenop. Vanaf hier zou ik mad kills kunnen maken. Maar allereerst... nog meer van die dingen kapot schieten. Want waarom ook niet? Volgens mij hebben we meer beurten dan waar we mee hebben begonnen. Dus, sure. Dan mag Daan vooruit. En misschien even reloaden. Oh, hij kan ook iets raken. Oké, dan gaan we dit gewoon kapot schieten. Sure. Oké, nu hebben we echt meer beurten dan voorheen. En heeft Marcel ook nog een beurt? Oké. Marcel mag dan verder vooruit. En gaan overwatchen. Ik ben gewoon bang dat ze nou aankomen vallen. Ik weet het niet. Gewoon een stukje vooruit. Overwatch. Ik weet het nooit met vijanden die naar achter vluchten. Of ze nog een keer terug gaan komen. Of dat ze ergens gewoon gaan chillen en verder niks doen. Het lijkt op dat laatste. Oké, zelfs de epische muziek is gestopt. Daan heeft gereload en mag een stukje vooruit. We kijken even of Daan de pol triggert als hij dit doet. Nee, oké, dat is niet het geval en dat is denk ik ook helemaal prima. Dan willen we eigenlijk Guido vooruit met zijn shotgun. Misschien moet hij eerst ook even herladen. Then again, hij heeft zijn katana. Laten we dat niet vergeten. Hij gaat ook gewoon een stukje vooruit. We kijken wat er gebeurt. Het is ofwel Overwatch ofwel reloaden. Dit wordt reloaden, denk ik. We halen dat ding wel in 4 beurten nog. Sure. Marcel heeft volledige ammo. De framerate vliegt alle kanten op. Marcel mag ook vooruit, denk ik. Laten we kijken wat er gebeurt als we Marcel hier neerzetten. Ik vind het bijna te stil. Ik heb het idee dat straks alle vijanden in één keer komen. Ik ga mezelf op een sniperachtige positie zetten. En ik hoop dat ik hier niet mee de pol trigger. Want dan krijgen ze meteen een beurt. Omdat dit mijn laatste zet is. Weet je, nu ik erover nadenk. Dit was echt een flutzet. Dit zou heel katastrofaal kunnen worden. Nee, het valt mee. Oké, het verbaast me hoe weinig enemies er zijn. Is dit easy mode? De framerate bouncen. I'm on the move. Nog steeds niks. Ik vind het een beetje eng worden. Ik heb hier ook geen schot op dat ding. Maar Marcel gaat er wel eentje halen. Als Marcel hier gaat staan, dan heeft hij een mooi schot waarschijnlijk. Order's confirmed. On the move. Dat nou in één keer blijkt dat er een pot achter ons zit ofzo. Ja, extra beurtje voor ons. En Marcel schiet ook gewoon de muur die hem beschermde kapot. Sure. Oké, dat waren alle relays, dus nu moeten we dit ding wel echt kapot gaan maken. Dan, ik vertrouw dit zo niet. Oké, dan gaat Daan verder naar binnen. Er gebeurt nog steeds niks. Dan gaan we mij hier neerzetten, zodat ik naar binnen kan kijken. Oh, als ze nu in dit straatje zitten, hè? Waarschijnlijk wel. Oké, objective. Oh, en daar is de Sektoid. Oké. Maar dat kunnen toch niet de enige vijanden zijn? Dat zou echt. Dat zijn 2 pods, 4 vijanden. Dat is gewoon niet XCOM eigen. En we hebben alleen nog maar Guido, die sowieso vooruit moet. Guido moet sowieso voor mad flanks gaan, dus Guido gaat alvast hier naartoe. Guido, don't let me down. Je bent nu corporal. Oh shit, hij is dichterbij dan ik dacht. Oh shit.
Oh, het zijn er twee. Oh, het zijn er drie. Oh, shit. Dit zat eraan te komen. Maar dat was wel... Zij hebben ons getriggerd, dus wij hebben nu de beurt. Dat is goed. Dat is oprecht goed. We hebben nog drie beurten. Al deze gasten moeten dood, maar we moeten dat ding sowieso eerst kapot maken. We moeten er echt X4 op plakken. Sorry, C4, wat denk ik wel niet. Dan gaan we kijken naar onze opties. We hebben hier een prima slash. Dit wordt waarschijnlijk meteen een kill. Ik denk dat Guido sowieso dat moet doen. Guido moet even zijn katana uit die schede halen en crazy gaan gewoon. Dit wordt een flank op Marcel. Maar ik wil die guy gewoon zo snel mogelijk dood hebben. Maar dat zou eventueel ook met een Overwatchje kunnen. We kijken gewoon wat er gebeurt als we Guido meteen wild laten gaan met de katana. Ik denk dat dit slim is. Maar goed, dat zegt volgens mij echt elke XCOM 2 speler ooit. Oh, mail. Ja, oké. 6 damage. Oké, dan is hij bijna dood. Dan laten we Marcel hem afmaken. En dan is dat in ieder geval geregeld. Dan kijken we even of... We zouden een heel fijne granaat op hem kunnen gooien. Maar deze guy is te ver weg om nou nog iets van te denken. Nou, misschien dat ik hem op kan rapen. 35%. Jezus. En dat noemt zich een scherpschutter? Dat is niet fijn. In dat geval gaan we kijken of we die flank kunnen pakken op... Wow, framerate. Blijf bij me. Ik denk dat Marcel hier moet en hij schiet de sectoid neer. Hier staat hij veilig. Dit komt goed. 53% maar. We moeten wel. Marcel, lekker. Hij deed zelfs een soort van hele rare 80s jump daar. Sure. Dan hebben we ons Daan nog. Daan zou hier nergens goed kunnen gaan staan. En dat vind ik wel eigenlijk niet zo heel fraai. We zetten Daan iets dichterbij. We laten hem de deur openen. Open de deur, terwijl de muren uitspezen. Wacht, wat is ons schot hier? 27%? Dat is bizar slecht. En een granaat redt het ook niet. Oké, dan wordt dit een... Dit wordt een Overwatchje. Overwatch. Waar ik op zich wel mee kan leven. Ik wil zelf niet te ver naar voren. Maar ik kan ook geen halve zetten maken, want dan heb ik alleen mijn pistooltje nog. In dat geval... Ga ik in Overwatch. Nee, ga ik gewoon voor het schot? 35%. Met een 10% crit. Dat is gewoon te weinig. Ja, ik ga voor de Overwatch. Ja, hier. Oké, meteen triggert die Overwatch. Schiet maar door de muur heen. Mis. Fine. Maar dan kom ik nog met mijn sniper. Dit gaat lukken. Dit wordt een crit, jongen. Oh my god. Iedereen stelt me teleur. Oh, dan gaat hij natuurlijk ook nog op mij mind controlen. En dat lukt natuurlijk, omdat ik al schoot heb gekregen. Oh, deze guy is full health. En we hebben geen flashbang meer. Oké, deze guy gaat missen. Wat er ook gebeurt. Dit kan niet zo heel erg zijn. Oké, there we go. Hier, Guido is de MVP. We weten wat er ook gebeurt, ook al sterft hij. Guido is de MVP. Dat weten we wel. Nou is de kwestie van opruimen. Kan Guido? Guido kan alleen deze guy slashen. Dat is niet goed. Dat moeten we niet hebben. Guido moet lijpe shotgun schoten op die andere guy maken. Dus wat als we hem nou naar binnen laten gaan... Dan heeft hij een flankshot op de sectoid. Die we heel snel dood moeten krijgen. Ik heb alleen nog maar... Oh nee, wacht. Er is wel een slash op die andere guy? Dat is alleen met schieten. Maar 68% met de shotgun. 50% kans om te critten. Please, Guido. Wees de ultieme god in deze game. Oké, 6 damage. Sure. Ik ben helemaal tevreden. Geen crit, maar dit doet het hem. Wij kregen zelfs een ability point voor. Dan kan Daan hem opruimen, denk ik. Ja, dit is de play. Niet herladen. Als ik dat had gedaan, waren we echt royally fucked. Daan is een baas en blaast hem gewoon like super easy op met een granaatje. There we go. Dan ben ik weer vrij. Dat helpt. En Marcel is de aangewezen persoon om deze guy als een baas op te ruimen. Hij heeft nergens een goed schot volgens mij. Dat is dan wel weer naar. Wat is zijn schot nu? 30%?
We gaan iets dichterbij staan en we kijken gewoon of we hem kunnen poppen met een iets hoger percentage. 45%. Ik vind het laag, maar... Maar we gaan ballsy. Marcel, don't let me down. Oh my god, Marcel. Ja, yeah, you didn't get it. Ik weet het. Dan ren ik naar binnen? Om dit te regelen? Ik denk dat ik naar binnen ren om dit te regelen. Go, go, go. Dan zijn we tenminste vroeg in de beurt klaar. Om dit te fixen voordat de missie opblaast. Deze guy gaat Marcel flanken. En Marcel gaat gewoon aan de kant springen en een baas zijn. Oké. In dat geval zijn we helemaal veilig. Want wat ik nu doe is, terwijl alles in de fik staat, plant ik de X4. Want het is de toekomst. Ik druk een random toetsencombinatie in. En ik ren niet weg. Nee, weet je wat? Laten we kijken of ik die kill nog op kan ruiken. Oh nee, wacht. Wie heeft de XP nodig? Daan heeft de XP het hardste nodig, maar Daan staat echt super ver weg. Daan gaat hier all out in die open staan. En het schot proberen te maken. 25%. Dit gaat hem waarschijnlijk niet worden. Het zou wel vet zijn als hij doet. Nee, oké, echt. Ook het reactievermogen van die Advent was echt... Oh! Kogels! 3 seconden geleden. In dat geval... Guido heeft al een promotie, dus ik moet de kill maken of... Marcel moet de kill maken. Hoeveel damage doe ik met mijn... Ik doe 2-3 damage. Maar het is een heel laag percentage, maar als ik mis, dan ruimt Marcel hem wel op. En dat is ook helemaal prima. Oké, ik ruim hem gewoon op. Sure, fine. Lekker. Oh, en die loot krijgen we ook nog eens een keer. Nice. Dit vind ik een geslaagde missie. En de game schijnbaar ook, want die zegt excellent. 6 van de 6 enemies gekilled. Ja, dat zijn er echt bizar weinig eigenlijk. En maar 1 iemand verwond. En we hebben zelfs die wond nog geheeld ook. Dit is duidelijk. Maar als we dan toch voor een fotootje gaan, het wordt een solo. Het wordt Guido. Nee, oh, solo. Guido, solo, dolo. Misschien iets minder erbij gaan staan, alsof hij aan het poepen is. Dat zou fijn zijn. Even kijken, pose. Laten we hem wel een ranger ding geven. Oh, dit is ruig. Oké, ja. Dit wordt hem. Het ziet eruit alsof iemand gaat vermoorden. En het is helemaal goed. Het is alleen wel een hele... Even kijken. Kunnen we hem iets balzier maken? Kunnen we hem iets... Oké, misschien een andere locatie. Oh ja, met dat ding op de achtergrond. En het vuur. Oh, dit is nice. De tekst is... Guido is een god. Oh, dat ziet er echt heel leem uit. Misschien moeten we ook sowieso een andere layout nemen. Hier. Oh, het was mooi en toen drukte ik mis. Maar natuurlijk. Dat had ik nou net. Meme. We nemen de layout meme. Guido is een god. En volledig in meme-stijl doen we het wit. Zo, prima. Laten we dan nog even zo'n Instagrammetje overheen gooien. Dude, het is ruig. Guido, je bent een baas. Take photo. There we go. Man, ik ben blij dat ik van Jane Kelly Guido heb gemaakt. Want het bracht overduidelijk geluk. De guy is zelfs al heeft een promotie gekregen en alles. Met een beetje geluk heb ik er ook eentje te pakken door die kill op het laatst. We gaan het zien. Oké, Guido had alles. Dealt the most damage. Traveled the furthest. Most under fire zelfs. Lekker bezig. En ook jij kan dat zijn in ons XCOM team. Oh, 3 promoties? Nice! Oh ja, tuurlijk. Daan was natuurlijk ook omhoog. Hij is ook specialist geworden. Dat vind ik prima. We hebben 2 specialists, is goed. Want we moeten gewoon medics hebben. Ze kunnen nu nog niet medics zijn, maar... Marcel nu wel. Ik wil van Marcel eigenlijk mijn Psy-ops maken. Vanwege hashtag Ramawaar natuurlijk. Maar laten we hem dan even voor nu de medical protocol geven. Marcel wordt onze healer. Support class. En Guido heeft Phantom en Blademaster. Dude, het wordt Blademaster. Guido was als een baas aan het zwaaien met zijn katana. Blademaster het is. Het is leuk als hij in concealment kan blijven als de rest wordt gevonden. Maar nee, hij gaat gewoon... Damn. Hij gaat zwiepen en zwaaien. Er zijn soldier bonds available. Dat is wel interessant. We kunnen mensen bonden.
Guido kan gebonden worden met mij. We hebben een very high cohesion. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld Daan? Kan misschien met Marcel. En ik zit inderdaad met Guido. Oké, dat is iets om misschien voor volgende afleveringen te kijken wat we daarmee precies gaan doen met de bonds. Want we hebben sowieso nog een heleboel meer soldaten. We moeten kijken of we een beetje nuttige bonds kunnen maken, ook qua klasses. Een expanded magazine erbij is prima. We doen nu onderzoek naar modular weapons, dat we die erop kunnen zetten. En voor de rest wat lijken. Leuk, jongen. Neem mee. Oké, dit gaan we... Weet je wat, we doen het gewoon. Guido en Tom in battle. Wacht, nee, een ranger en een sharpshooter? Nee, dat is niet slim. Ik druk escape, dus ik hoop dat het gelukt is. Een ranger en een sharpshooter bonden, je moet ze dicht bij elkaar krijgen, weet je wel. En dan is het iemand die op de frontlinie met de shotgun aan het knokken is, is wat anders dan een sniper in de back. Maar we hebben een engineer, dus we gaan sowieso iemand zetten op het excavate hiervan. Ja, Shen, klopt. Dus dat was onze reward, was een engineer. En die gaan we nu meteen omzetten in pure mankracht om de Avenger naar ons eigen hand te zetten. Dat vind ik helemaal prima. Een goede eerste missie. Of misschien tweede inmiddels weer, maar het is in ieder geval de tweede aflevering. Ik vond het een fraaie missie. Jongens, dat was het weer voor X-Conderdag. Central. Central, serieus, hou... Oké. Central en iedereen is uitgepraat met een urenlang dialoog, maar bij deze dan sluiten we hier af. Laat weten wat je ervan vond. En wil je ook in het XCOM team? Sure, geef even door van wie en wat je zou willen zijn en welke klasse en hoe je er graag uit wil zien. Drop het in de comments. Vertel me wat je ervan vond. Als je op YouTube kijkt, drop een like en dergelijke. Dit was XCOM-derdag nummer 2. We zijn er volgende week donderdag weer met een nieuwe aflevering van XCOM 2 War of the Chosen. Peace out.